zijn er volgens wat bezig met het oplossen van die groot verkeersprobleem in het centrum, namelijk met de Eindhovenseweg. De raad heeft in feite gevraagd om een nieuwe visie voor het centrum. En die kans ontstaat, zeg maar, doordat straks de Eindhovenseweg veel minder verkeer heeft, veel minder druk wordt. En u echt in ieder geval het centrum goed kan beetpakken en echt kan verbeteren. Nou, wat we vanavond hier doen is, zeg maar, onze burgers, onze stakeholders, waar we afgelopen jaar mee aan de tafel hebben gezeten in allerlei settingen, is uitleggen in hoeverre wij de visie hebben ontwikkeld waar zij ook aan meegewerkt hebben. En die hebben we gebundeld. En daar komt zeg maar samen met onze werkgroep die we daarvoor ingehuurd hebben een visieplan uit wat we zeg maar in januari gaan presenteren. Nou, mensen vinden Valkenswaard een hele mooie plek, zeg maar, om te wonen en te werken. Het is ook echt van hun, dat wordt ook echt gezegd. Hè. Valkenswaard is hun dorp. Maar wat ook wel wat verbetering vraagt, is natuurlijk het oplossen van het grote verkeersprobleem wat al sinds jaar en dag speelt. Maar ook wel de kwaliteit van het centrum, veel meer groen. En nadrukkelijk, zeg maar, ook het verbeteren van sfeer en uitstraling. Nou, we hebben vier hoofdkeuzes. Al heel snel werd het duidelijk, zeker met alle gesprekken met iedereen. Het allereerste is eigenlijk natuurlijk, het gaat over op dit moment heb je die enorme stroom van auto's en vrachtauto's door het centrum. Dus je zou kunnen stellen, er zijn heel veel gebruikers van het centrum, maar ze doen er niks, ze gaan er alleen maar doorheen. Dus het eerste is van, geef het centrum weer terug aan Valkenswaard. Dus het wordt weer een doel en het wordt niet iets waar je doorheen gaat. De tweede, Valkenswaard is echt een Brabants dorp. Zorg ervoor dat die elementen die daarmee te maken hebben ook weer terugkomen. Dus het gaat ook om dat je de authenticiteit weer koestert. Dat je weer goed gaat kijken, wat zijn de mooie geveltjes en zijn ze verstopt? Maak ze weer zichtbaar? Moet je de kiosk weer terugbrengen? Nou, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar goed, dat zou natuurlijk ook een teken kunnen zijn om het weer Valkenswaard te maken. De derde, wat we heel sterk direct hebben gezegd, het is zo gek. Valkenswaard ligt in een prachtige omgeving. Heel groen, heel veel bossen. Alleen in het centrum vind je zo weinig terug van het groen. Het is eigenlijk heel stenig en heel hard. Dus hebben wij gesteld, lommerrijk, Valkenswaard. Zorg ervoor dat er weer ontzettend veel bomen terugkomen. De radialen, de linten, de oude, zoals de Leenderweg, de Eindhovenseweg, de Luikenweg. Zorg ervoor dat dat weer bomenlanen worden. En dan ga je richting het centrum en daar is het dan ook heel groen. Dus de verblijfsruimtes zijn heel mooi groen. De vierde is dat we hebben gezegd, we hebben een hart van het centrum. Ja, dat klinkt een beetje ingewikkeld, maar dat is de voorkant. En de voorkant die wordt eigenlijk gemaakt door de markt en de kleine markt. Een stukje Eindhovenseweg, de corridor, de Karel Mollestraat en het Richterpad. Dan weet je, oké, daar is dus de auto te gast. Daar is het voor de voetganger. Daar heb je heel veel winkels, horeca enzovoort. Het is een verblijfsgebied. En waarom we hier nu een enorme kans hebben om dit te kunnen doen, heeft natuurlijk alles met de Westcorridor te maken. He, dat doorgaande verkeer heeft een alternatief gekregen of gaat een alternatief krijgen. Dus ja, dan is de kans om natuurlijk weer een echt centrum te maken als doel. De gemeente heeft in ieder geval zeg maar besloten om vooruitlopend op het masterplan, want het is een plan van de lange termijn, al voor de korte termijn een aantal maatregelen echt daadwerkelijk te laten zien. En onlangs zijn een aantal grote bloempotten met grote bomen geplaatst, echte opfleuring van het centrum. En begin volgend jaar worden ook zeg maar, langs de Eindhovenseweg, die drukke weg waar heel veel verkeer is en die er behoorlijk saai uitziet, worden er bomen in bakken geplaatst, zodat in ieder geval die uitstraling al verbetert. Ja, we vinden het heel belangrijk dat bewoners nu al zien dat er wat gebeurt. Want het plan zeg maar, heeft natuurlijk een lange termijn focus, dus het is goed om op de korte termijn denk ik ook een aantal dingen al te kunnen laten zien. Ik vond het heel dat er al heel hard gewerkt is. En ik hoop echt dat wat ze hebben laten zien ook gerealiseerd kan worden. Ik denk wel dat het goed is dat we iets gaan doen en dat we ook naar het centrum moeten gaan kijken. Om dat wat te comprimeren en niet meer te laten uitbreiden wat het maar kan. Maar gewoon de kwaliteit omhoog gaan brengen. In de tussentijd vind ik het nog niet zo'n gek idee om met die bomen in die bakken vast een idee te geven wat het in de toekomst zou kunnen worden. He, want groen, dat hoort bij Valkenswaard. We liggen rondom in het groen. Valkenswaard trekt enorm voor de omgeving en dan moeten we proberen te blijven. Ja, het verloop van het plan is als volgt. Het plan wordt voorgelegd aan de raad en de raad die gaat erover spreken. Eigenlijk twee keer. Eerst gezamenlijk in een commissie op 16 januari
aanstaande. En op 30 januari vindt dan besluitvorming plaats in de Raad. Wat we willen bereiken natuurlijk is dat de plan gedragen wordt door de Raad. Dat het plan geld kost en dat uiteindelijk de Raad moet gaan besluiten zeg maar, over de financiering van de verschillende projectonderdelen. Ja, dat is zeker een heel belangrijk moment in het proces. En ik hoop dat ik de Raad kan overtuigen dat dit zeg maar, voor de toekomst van Valkswaard, voor de levendigheid van ons centrum, daar hangen natuurlijk heel veel economische belangen aan voor onze winkeliers, voor onze horeca, maar ook voor de toekomst van mensen die hier graag komen en blijven wonen. We hebben ook laten zien dat ook dat uitvoeringsprogramma laat zien dat we echt wel door willen pakken in deze keer. En dat is zeker heel erg belangrijk.